Nu is Jong AZ weg en is daar de eerste serieuze kans. Redding van Drommel. Lekker schot. Ja, de Duin. Hulsje. Espinoza. Smith moet dan door naar Nacho. Of in één keer naar Aitor. Dan komt Nacho daar wel overheen. Aitor. Schot. Lijkt niet de ruimte voor te zijn, maar hij vindt het toch. Nacho. Er staan er drie van Twente in het strafschopgebied. De voorzet is ook niet slecht en het levert een schot op. Geweldige redding van Roggeveen. Op het schot van Javier Espinoza. Nu de corner. Aitor draait hem in. Naar de tweede paal. Waar de kopkans is en op de paal gekopt. Alsnog. Gered door Jong AZ. En veel dichterbij is Twente natuurlijk niet geweest. Heel goed getimed door Beijen. En dan leek hij nog in te tikken voor González. Maar die kon er net niet bij. Dit is een hele fraaie opening. Nou, kap en uithalen. Dat gebeurt, maar de bal gaat er niet in. Er moet toch eigenlijk door beide ploegen veel meer worden gedaan met de kansen die er gecreëerd worden. González kopt. Oh, doorgaan, zegt Aitor. Dan moet hij hem maken. Maar wat doet hij? Ja, hij maakt hem ook nog tenminste. Hij geeft hem aan Boeren. Vlag blijft omlaag. En dan is het 1-0. Maar vraag niet hoe. Twente leidt door de negende van het seizoen van Boeren. Maar een merkwaardige treffer mag je dit gerust noemen. De kopbal. Dan staat Boeren buitenspel. En misschien ja, Smith sowieso. Maar Aitor kan door, want die staat het niet. Die lijkt zich helemaal vast te lopen. Maar ja, je kan zeggen hij wacht tot precies het juiste moment. Wat een fout in eerste instantie van Bakker. Hier lijkt Aitor toch met links in de verre hoek te kunnen krullen. Maar als hij het zo helemaal bedacht had met een assist op Boeren, is het natuurlijk perfect van Aitor Cantalapiedra. Bijen. Brama, Espinoza in de problemen. Ah, dat doet hij toch wel heel fraai. Zo makkelijk voetballend. Zoveel controle over de bal. Zegnini. Geen ruimte voor het schot. Brama. Boeren. Smith. En het is 2-0 voor Twente. Dat is wel uitermate fraai gedaan. Brama. Die hard inspeelt. Daar begint het mee. Hij bereikt Boeren. En Boeren legt hem neer voor Smith. Die ineens uithaalt. Geen schijn van kans voor Roggeveen. Zijn eerste treffen voor FC Twente. In de competitie. Reinders. Nu meegeven. Dan is Druif daar weg. Krijgt hij hem voor? Ja. Is het een doelpunt voor Jacobs? Nee. Want dan glijdt Nacho om dat te voorkomen. Goudmijn. Dekker. Voorzet is goed. De kopbal ook. En daar is hij weer. Druif heeft zijn doelpunt te pakken. En het is spannend. Heerlijke voorzet van invaller Dekker. En eindelijk krijgt de spits een keer een serieuze kans. De spits die zo makkelijk scoort. Zegnini. Hoopt dat niet overal vast in zijn acties. Nu kan hij er een goed vervolg aan geven. Dat doet hij. Aitor om dan echt de wedstrijd te beslissen. Maar dat voorkomt Roggeveen. Maria kopt weg. Nog een Goudmijn. En dit kan door. Wat doet hij nou? Ja, hij gaat een kaart geven aan Zegnini. Geel, maar dat is toch niet de juiste beslissing hier van Erk. Hier kan je trouwens ook rood voor geven. Als je dan rood geeft, moet je het misschien wel stilleggen. Want hij trapt hem echt vol op de Achillespees. Maar kijk, dit had door moeten gaan. Echt een cruciale fout. Misschien wel twee eigenlijk van de scheidsrechter. Nou goed, dan zal dit de laatste kans van de wedstrijd zijn voor Jong AZ. De bal ingebracht, nog eens ingebracht. Weggekopt door Boeren. En dan is het afgelopen en wint FC Twente met 2-1. Zwaar bevochten. Het spel was belabberd, zeker in de tweede helft. Maar uiteindelijk door de treffers van Boeren en Smith pakt FC Twente wel 3 punten. En komt het op 3 punten van de koploper.